Fuck, nee, dit is de verkeerde kant, Oh, hij is hier. Hierboven. Hij valt dood, hij valt naar beneden. Oh, ik zit erin. Hij is hier. Hey yo, welkom terug bij een nieuwe video van Fortnite Battle Royale. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Wij niet. Nee, totaal niet. Maar zijn we niet klaar? Nee. Oh. Nee, Hans. Anyway, vandaag is het weer tijd voor een challenge. En zoals jullie kunnen zien, zijn er allemaal pompoenen in beeld. Geen idee waarom, maar je hebt hier season 1 en wat dan ook. Je kan shit kopen. Moet je niet doen, veel te duur. Ja, Halloween en zo. Woe, spooky. Ik heb die effecten niet. Maybe you do. Yeah, you gotta get swifty. Anyway, vandaag is het tijd voor een challenge. Namelijk pistols only. Dus we mogen pistols gebruiken, revolvers gebruiken en healing gebruiken, want het moet wel een beetje mogelijk zijn. En even kijken, deze challenge heb ik voor mijn Discord. Dus heb jij ideeën voor mij? Join mijn Discord. Link staat waarschijnlijk niet in de beschrijving omdat ik lui ben. Oké, let's go. We doen duo tegen squads, pistol en revolver en healing only. Let's do this. Let's do this. Alright, waar gaan we landen? Fatal field. Nou, we moeten het wel even tactisch aanpakken. Ja, we kunnen het wel tactisch aanpakken. Ja, nee, maar kijk, als daar geen handgun ligt, dan... Ga daar achterheen. Nee, geen grap. We gaan daar naar achter. Ja. Weet je wat daar is? Handguns. Nee, wat ligt er? Daar heb je zo'n groot huis. Oh ja, en nee, een klein huisje en een... Wat is een ijskoolwagen? En die boom die zit er ook nog ergens. Nee, een ijskoolwagen. Ja, die boom zit hier. Oh ja, die zit daar, ja. Wauw, ik heb deze game te veel gespeeld. Ja, Hans. You loser. Let's jump Perino. Oké, let's go. Woo! Maar het is denk ik wel praktisch dat we gewoon achteraan beginnen. En sowieso eerst even de gun security die we nodig hebben. Want we hebben dus 2 pistols nodig, 2 revolver. En voldoende healing. Als we een blauwe pistol vinden, dan is het GG, hè? Ja, joh, easy win. Sowieso easy, want wij zijn mega pro in dit spel. Oh, en de nieuwe snipe of die nieuwe potions van net. Oh ja, er zijn nieuwe potions in de game. Namelijk een soort van shield potion dat langzaamaan optelt. Dus niet in één keer 50 of zo, maar 1, 2, 3, 4. En dan weet ik veel tot hoeveel. Ik weet, hij was al paars. Misschien wel 75 of zo. Ik zou nou de video wegklikken. Waarom? Nee, blijf kijken. En abonneer tel niet op tot 60, doe het. 1, 2, doe die eens een gouden truck. Zeg maar massief goud. Gouden truck. Ja, nee, for real, hier is een gouden truck. Waarom is deze... Ja, waarom is die goud? Waar wil ik hem? Nou. Ik heb hem gehakt. Hier is geen goud een kistje, in. Maar ik zie hem niet. Alleen metaal. Oh. Twee gouden kistjes volgens mij. Oeh, nice. Just metal. Raw metal. Oh, ik heb een pistol. Ja, same. Ik heb ook een pistol. Wel een witte, though. Ja, same. Kissie. Samen met mijn kinderen. En ik heb een revolver. Oh, shotgun. Blauwe, maar die mag niet pakken. Jammer. Heb je jouw inventory al goed gezet? Doet je loot automatisch ammo? Ah, for real. Maar, nee. Ik moet even mijn knopje. Als je er overheen loopt, pak je de ammo. Ik moet even tappen, of Ina tap veranderen, want doe de Hans Only Challenge. De Hans Only? Ja, ik sta in de game dan, maar Hans doet alles. Goeie. Dat is echt een goeie. Een dijenkletser. Echt een dijenkletser. Moet je zo op je heupjes slaan nou, hè? Oh ja, zo van... Ha, ha, ha! Oh, kut. En dan een beetje met zo'n aardappel in je keel praten. Oeh! Dat was een echte dijenkletser. Dat was een echte dijenkletser. Ah, Dumbledore. Huh. Misschien moeten we deze challenge even serieus nemen, Hans. Oh ja, je loot automatisch ammo. Ja. Oh, maar dat is sick. Want ammo, ja, wie laat nou wel ammo en resources liggen? Dat is altijd al een beetje een overbodig dingetje. Of een juist geen overbodig dingetje. Hans, ik zie je toch info mee kan nemen. Ben je klaar daarom met looten? Nou, bij dit huis in ieder geval. Ik kijk op de map. Oh, helemaal daar. Oh, je kan nog steeds niet... Ik kan steeds niet scrollen. Ik hoop trouwens dat niemand last heeft van mijn kraakstoel, zowel. Sorry, jongens. Dat is niet zijn kraakstoel, dat zijn zijn darmen. Sorry, jongens. Mijn darmen. Ja, maar Hans, wat ook belangrijk is dat we heel veel build materials hebben. Want we moeten alles in close combat doen. Dus stel we komen op het einde terecht, dan moeten we mensen ons hok inlokken, zodat we ze makkelijk kunnen killen. Wil je dat echt gaan doen? So to speak. Nou ja, het is meer belangrijk dat we veel stone metal hebben. Ja, vooral metal. Ik heb een revolver en 2 pistols. En ik heb trouwens 2 stacks bandages. Ik heb ook nog een extra pistol. Hey, nog een extra revolver. Wauw. Ze gunnen het ons wel. We moeten... Right about now. Heel veel, maar... Moeten wel gaan, ja. Ja, oké, ja. Ren jij me van staan, Hans. Ik ga nog even wat autootjes hakken. Moet het wel God. In één keer lukken, dit, hè. Boeien, lukt het wel. Ik denk dat het in één keer gaat lukken. Ja, yeah, man, we zijn pro. Kom op, je weet... Elke kijker van mij weet ondertussen wel ik pro ben in dit spel. Ja. Dat is hier maar één pro, en dat is de Hans. De Hans. Hey, maar als je nou onze krachten combineert, dan zijn we beide pro. Dan krijg je een Hans Menteerder. Dan krijg je pro plus pro is Hans Menteerder. Nee, is pro. 2 pro. 2 pro. Pro in het kwadraat. Pro 2. Pro keer pro. Pro kwadraat. Pro. How do you even wiskunde, bro? Weet je wat nou het probleem is? Nee. Ik heb alleen maar witte pistols. Witte pistols? Ik heb die witte pistols. Er liggen nog twee witte pistols. Shield potion. Hey. Shield potion. Get him. Hier ligt nog een golden chest. Die moeten we eigenlijk wel even pakken. Hierboven ligt nog een shield potion. Ja, en een golden chest. Dus die moeten we even snel bunkeren.
Je hebt al een shield. Cookie. Yes, quick I know. Quick math. Kom op! Just so- oh, hier is een nieuwe potion. Slurp juice. Oké, okay. We komen erin, we komen erin. Ja, oké, okay. Ren. Ik heb de slurp juice, man. Ik kan alleen niet of ik hem moet gebruiken. Ik trouwens niet automatisch de ammo. Ik weet niet wat het is, maar hij doet het niet. Misschien als je een bepaald wapen op inzet. Of misschien heb je nu wel de ammo. Ja, misschien als je het weapon zeg maar hebt. Nee! Nee, ik glijf weg, hoe kom je erop? Springen. Fuck? Yo, die storm is nu wel echt een storm. Dude, dit is zo sick, even eerlijk. Huh. Yo! Huh. Je zit nu echt in die storm van de PvE, dat is zo dope. Het ziet er wel super vet uit. Het is wel een beetje naar voor mijn AP, maar dit is echt sick. En je hebt die regen. Wow. De regen blijft op je scherm trouwens. Of ja, nou is het weg. Wat nou als er dadelijk gewoon zombies spannen in deze storm? Eerlijk gezegd, oh, ik zie mensen op west bij de brug of bij dat huisje. Ja. Oké, okay, ik heb nog een shield trouwens. Zal ik die slurp potion gewoon gebruiken? Denk het wel, hè? Ja, doe het. Ja. Oké, okay. Nieuwe potion. Op, dus. Use him. Oh, hij doet maar wat staat erbij? Wat staat erbij? Ja, het was een slurp potion, epic rarity en blablabla. Ja, maar wat doet het? I don't know. Ik ben niet geïnteresseerd in de naam. By the way, volgens mij is er nu wel een ammo cap. Per gun, zeg maar. Daarom kun je misschien niet looten. Is er een ammo cap? Ik heb 100 in mijn pistol, 90 in mijn revolver en 100 in mijn pistol, 90 in mijn revolver. Zit ik heb 112 in mijn pistol. En hij zit niet vol. Fuck. Oké, okay, then I don't know. You don't know. You don't know. Ze zaten daar op 240 bij dat kleine schuurtje. Dan moet ik misschien voorzichtig doen. Ja, maar Hans, we zijn sowieso vrij roekeloos aan het spelen. Vrij roekeloos, oh. Meters. Ja, maar laten we even bij elkaar blijven. Ik speel als een echte gunslinger. Oh, by the way, je krijgt 25 shield van zo'n slurp potion. Hoe het ook heet. Meen je? Jawel. En het telt is op, dat maar... Is epic rarity? Ja, maar het is wel maar... Oh, het regent, denk ik. Ja, nou, dat weet ik niet. Denk het niet. Stel je voor dat je 25 seconden, of je 25 shield regent. Elke keer weer. Ja, maar anders zou het toch niet epic kunnen zijn, 25 shield? Ja, maar zeg maar, de usage is met 2 seconden. Dus die kun je last minute heel hard inzetten. Wil je het proberen? Ik kan je één keer met een pickaxe hitten. Nee, ik ga het niet doen. Sure? Oh, wat? Mijn HP is ook terug. Oké, daarom is het epic. Ja, dat meen je niet. Mijn HP is ook geregent. Ik was gedamaged door de storm, toch? Het regent is je HP en je shield? Waarschijnlijk 25 HP en 25 shield, denk ik. Ik denk gewoon 25 shield, 25 HP. Net als een elixir in veel games, weet je wel. Dat je gewoon mana en HP erbij krijgt. Dat is best gaaf, hoor. Ja, dat is wel chill. En vooral voor die dingen, want nu kun je het alleen met een medkit doen. Voor die laatste 25%. Die mensen die moeten hier ergens zitten, by the way. Oh, er rennen mensen? 195. Ja. Oh, op west zag ik ze bouwen. Op west zie ik ze rennen, by the way, bij het huis. Oh, ik zie daar ook iemand, ja. Er op 195 is ook iemand bij het water. Alright. Ja, we moeten niet vergeten dat we geen snipers hebben, natuurlijk. Ja, het is er maar eentje. Het is er maar eentje. Pak hem. Weet je zeker dat er maar één is, though? Ja. I see him, Hans. Hij ik doe als het kan, hè? Ja, we moeten wel even stealthy doen. Waar zie je hem nou? Want ik zie hem namelijk niet meer. Bij het houten toortje, maar hij zit aan de waterrand. Dus die gaan we sowieso niet hij zien. Is doorgerend. Ik denk dat het zijn teammate is. Ja, ik denk dat dit sowieso teammates zijn van... Oh, we zijn in squads, hè? Ja. Oh. Waar was dat? I don't know, ik denk bij het huis in het midden. Daar klonk het een beetje. Nou, het was wel dichtbij, hè? Ik kon het echt totaal niet plaatsen, namelijk. Ik hoor iemand. Hij heeft me gezien. Oké. Okay. Oh, hij heeft een sniper, of niet? Ja. Build the wall, Hans! Zij moeten... Wacht, laten we richting safety lopen. Dan Donald zij... Trumperino. Dat is mijn afleidingsmanoeuvre. Eén wall en dan de andere kant op lopen. Sommige mensen bouwen in plaats van een wall trouwens vaak zo'n ramp. En dan rennen ze eroverheen, zodat ze erachter kunnen gaan zitten. Dat is best een goeie. We are playing far too reckless. Nee, helemaal niet. Nou, er zijn nog maar 20, hè? Dat is gebouwd recht voor ons, op zout. Ja. Op zout. We kunnen ze niet zomaar engagen, omdat we die gasten in de rug nog hebben. En die moeten echt hier naartoe komen. Yep. Laten we omheen gaan... cirkelen. Ja, maar zij gaan dus hoogstwaarschijnlijk niet via dude, het water. Kijk je naast ons. Drop. Ja, maar we kunnen dat niet looten, hè. Het is niet handig. Tenzij daar healing in zit. Ja, maar die mensen gaan waarschijnlijk niet via het water, want het water is te traag. Dus ik denk dat ze echt gewoon ons pad volgen. Zou zomaar kunnen. Oh, Hans be building anyways. Slecht idee of wat? Nou ja, we kunnen de loot niet echt gebruiken, tenzij er al healing in zit. De kans is groot dat er potions in zitten, gezien dat nou dus een ding is. Ja, van okay, die regen potions. True. Iemand is gesneuveld net bij het eiland in het midden. Zeg maar, alright. Bij dat loot house. Maar die gouden sniper triggert me wel een beetje. Ja, yeah, I know. We moeten die legendary sniper jammer genoeg laten liggen. Oh, damn it. Je zou hem mee kunnen nemen puur om te bewaren dat iemand anders hem niet pakt. Ja, maar dat... Nee, dat is tegen de regels, Hans. Van de challenge. Kom, we moeten de challenge is het tegen wel de regels? Houden. Nee, ja, je mag toch alleen pistols alleen... gebruiken? Ja, oké, I know, maar... Weet je, we gebruiken hem wel gewoon als jailbait. Of als clickbait, of als... Ja, laten we hem als clickbait gebruiken. Dat is een goeie. Als jailbait. Jailbait, lol. Dan kan ik de sniper in de titel zetten, in de thumbnail. Terwijl ik hem geen eens ga gebruiken. Oh, er is iemand achter ons. 15. Oh. Oeh. Oh, dat daar. Was okay. Op mij. Oké, okay. Was okay. Op mij. I see him. Het is al eentje volgens mij, maar hij moet rennen. Ik ben ons toe. Hit? Ik pak hem met de magnet. Ik heb hem één keer gegeven. Ik schiet op de bom. Oh, what the hell. Hij heeft me hit. Hij zit er nu in. I know.
Magnum heeft wel echt een travel. Ja, joh, hij gaat sowieso dood. Ik heb meerdere hits op hem. Got him. Nice. Oké, ik moet healen. Oh, ik wil eigenlijk hem looten. Hij heeft echt misschien... te veel spul. Ja, maar heeft hij een handgun? Ah, joh, die gast heeft een SMG opgepakt, dus niet de moeite waard. En de sniper. We laten het liggen ook, hè. Ja. Oh, ja, front. 150. Hoe gelukkig, mijn schild had, ik zag hem niet echt. Ja, ze zit, met z'n tweeën. 150? Yo, shit, er zijn er meer. Fuck, we kunnen ze beter negeren, man. Ja, laten we hem maar gewoon negeren. Er zijn nog maar 10, hè. Kijken of we kunnen flanken. Okay. Reload alles. Oh, explosives. Ren naar het water. Yo, wat? Dude, die dingen zijn groen. Ja, maar ze maken ook een heksengeluidje. Halloween? Ja, waaah, hoor je. Oh, ik heb je buiten gesloten. Dan moeten wij eigenlijk terugrennen. Nee, we moeten een andere kant op. 195. Ja, maar zij gaan ons nu weer flanken natuurlijk. Ja, ik ben knocked. You just got haunted, son. Oh mijn god, dit is het einde. Nee, er komen twee pumpkins op af, van meerdere hoeken. Ik hoop dat ze me niet zien. Ik leef nog. Oké, dit wordt een probleem, nou kunnen ze me finishen. Hij kan me finishen. Ja, hey, doe je Hans? Oh mijn god. Kan ik geen eens weerstand bieden trouwens, zo? Dude, is dat een heel team of zijn dat echt 6 man of zo? Is een heel team. En kut 1? Ik zou. Nee. Links van je. Oh mijn god. Oké. Oh, de eerste pistol is niet goed voor. Oh nee. Geloof me. Dan kun je aimen wat je wil, maar het boeit gewoon niet. Nee, je hit gewoon niks. Alright, poging 2. We gaan nu in duo's de challenge proberen. Want squads... Weet je, squads kan of heel gunstig uitvallen omdat je dan tegen losse spelers moet. Of juist heel ongunstig dat je opeens tegen een full team staat met snipers en rocket launchers. Zoals net. Wij dachten, laten we duo's eens proberen. Het probleem met duo's is alleen dat het altijd veel gecoördineerder gaat. Dus eigenlijk in sommige gevallen moeilijker is. Ja. Maar ja, we zullen zien. Maar als je een pre-made team hebt, is het nog veel erger. Ja, dat klopt. Ik denk dat het van net een pre-made team was. Gezien iemand op het flanken was. Ze waren wel heel gecoördineerd. Dus ik iemand denk was aan het flanken, ik bedoel... Dat doe je niet zomaar, hè? Nee. Oh, nee, Hans. Oh, een paarse AR en Scar. Ja, je was een shotgun, maar ja. Ah, dat voelt zo klote. Ah, hier ligt de submachine gun, though. Weet je, die wilde ik eigenlijk ook in de challenge zetten, maar... even eerlijk, wie gebruikt dan? Ik heb een pistool. Ik heb nog geen pistool, dus je bent alleen. Ik vind het wel echt tof hoe ze dit hebben geüpdate, dat je nu echt die storm aan ziet komen in de verte. En wanneer je dus in de blue zit, dus in de storm, is het toch echt gewoon een legit storm. Sick. Is net zo sick als mijn sick. Oh, ze zijn met z'n tweeën. Ja, no shit, Hans. Potje is net begonnen. Ja, nee, maar ik bedoel, ze lopen echt tegen elkaar aan. Ja, maar ik heb dus geen pistool, dus ik kan je op geen enkele manier helpen. I know. Zij zitten helemaal aan de westkant. Het kan zijn dat hier iets ligt. Nou, ze zagen mij ook niet. Ze zijn naast gebeeld. Me stonden. Ze zijn gebeeld. Okay. Pistol? Ja! Oh, sweet baby Jesus. Een normale pistol. Oké. Ik zeg, laten we nou hier ambushen. Oh, ze hebben daar rechts gebouwd bij dat torentje. Dit is niet geloot hier. Dit is niet goed, nee. Oh, hier ligt de paarse. Oh, een semi-auto sniper, dude. Of semi-AR. Of een scoped AR, dat bedoel ik. Feels bad. Oh. Twee kistjes. Oké, open it quickly. Quickly now. Quickly, Harry. Harry, you've got some hairy balls in your sack. Wat? Wat? Dat was ik niet, ik zweer. Kom maar naar jou toe. Wacht, dus jij liep net niet langs me? Huh? What the fuck? Huh? Scooby-Doo. Scooby. Oh nee, wat? Shaggy. Hoe doet hij dit? Shaggy. Nee. Als je dat doet, ik bedoelde eigenlijk Shaggy. Ik bedoelde eigenlijk Shaggy van Mr. Bombastic. Oh, Shaggy. Mr. Bombastic. Het is fantastisch. Kijk je man, de beste man. Romantiek. Mr. Lava Lava. Het is fantastisch. Je was aan het schieten, by the way. We moeten rennen en schieten. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Hij zingt een beetje alsof hij veel slime in zijn keel heeft. Mr. Lava Lava. Ik zie mensen lopen. 255 in de city. En ik zit in de storm. Tenminste, ja, nu. Oh, en ik word geschoten met een sniper. Fucking hell, dat is van rechts. Dat is van noordwest. Ja, west. Just smile and wave, boys. Just smile and wave. En ren en spring. Het is jump and duck. Mag hopelijk jou gewoon lopen en niemand anders? Ja, ik hoop het ook. Kom iemand anders? Ja, sowieso. Nee, ja, er zijn niemand anders, jawel. Oké, ga in de cirkel. Zij zijn hier net. Oh ja, zijn hier omhoog. Richting de zuidwest. Oh mijn god. En dan komen nog die mensen van rechts, hè? Hij zit healen hier binnen. Kun je hem pakken? Weet ik niet. Ik hoor hem gewoon healen. Ik ben binnen. Oké, ik kom ook via boven. Ja, hij is hier op de trap.
Ah, fuck me, I missed. Ah, nee! Ik heb... Pas op, zijn al twee bij elkaar. Gooi een nade, gooi een nade! Ah! Instakill. Zo ruk. Hebben ze de guns genervd, de pistols? Ja, denk het wel. Pistols deden best veel damage eerst. Hun zijn nu zo teleurgesteld in de loot. Kijk ze. Vier pistols, what the fuck? Vier met de pistol. Alright, poging 3. Oh, deze keer worden we eerste, Hans. Ik voel het. Ja, voel jij het? Nee, ik voel het totaal niet. Maar waarschijnlijk worden we wel eerste, omdat we pro zijn. Nog steeds. Ja, we zijn pro. Mm. Ja, wij verliezen nooit. Wij zijn de echte winnaars. Plutje, ik ben een geboren winnaar. Go. Oh. Ik ben een geboren kampioen. Ik ben een geboren winnaar. Geboren om iets goeds te doen. Pokémon Johto. Hey, even een geboren... grappig verhaal, hè? Hans? Gouden Scar, gouden shotgun. Je moet mij niet afkutten als ik zing, oké? Oké. Ik ben een geboren winnaar. Oké, wacht, zijn er een gouden shotgun? Pokémon! Oh, dus een gouden Scar, een legendary Scar. Nee, allebei paars. Oh my god, dat is zo kut. Geen I fucked up the colors. Ik heb een Slurpee. Oh, nog een gouden kistje. Het is een rocket launcher, maar die mag ik ook niet meenemen. Besef je dat we zeg maar de perfecte loot hebben, maar we niks mee mogen nemen? Ja, I besef, man. Oh, dus als ik net al in het scenario van net gewoon één granaat had, ze zaten op elkaar, verstopt achter een ramp. Ja hoor, er zit hier iemand met een goede gun. Ja, SMG heeft hij. En een pistol. Ik heb een handgun. Ik heb een groene handgun. Waar is hij? Ik ren even weg. Hij zit achter mij aan. Hij zit in mijn track. Kom naar je toe. Er zijn twee man. SMG heeft hij en... Ik ben wel een stukje weg, hè? Ik zie ze niet meer. Ze waren net echt vlak achter me. Oh ja, ik zie ze. Ze komen naar me toe. Oké, ja, ik kom ook naar je toe. Zitten ze bij het doolhof of juist niet? Oh, ik hoor het al. Zie je ze? Bij de muur? Oh, fuck. Ja, hier zit ook iemand. Nope! Ja, hier zit er ook een. Oh ja, dus waarom... Use of dat ding. Oké, ik ben dood. Ik had een 5 AP. 5. Of ja, 3 AP en 2 shield. Oh mijn god. Ben een geboren winnaar. Je moet ook echt zo persen. Ben een geboren winnaar. Pokémon. Daar gaat hij. Ja, Pleasant. Daar gaat hij dan. Ja. We hebben geen... Oké, als we geen pistol vinden, zijn we gewoon fucked, hè? Ja, spring. Let's go. Oh, is ja, daar gaat hij dan, hè? Ah ja, daar gaan we, Hans. Oh ja, lele. Ik voel me plotseling zo, ja, lele. Doe het nog een keer af, zo, ja, lele. Kom naar de play. Oh ja, oh nee. Wat? Sorry, K3. Als je zo praat, moet ik meteen aan K3 denken. Ja, oh, wat een beetje. Oh, die horror. Oh, heb je de communie gedaan? Nee, heb jij de videoclip van Josje gezien? Oh ja hoor, Castellina. Jij bent toch die Casanova? Oh. Nee, ben ik niet. Dat is iemand anders, Josje. Oké. Oké, ik vind toch dat u het bent, hè? Allee, hou je kop. Dit moet je echt knippen. Ja, nee. Even tussendoor, we zijn geen Belgen belachelijk aan het maken. Ik heb veel Belgische kijkers. Het is meer dan Josje en K3 en zo. Okay. Maar Hans, heb jij de communie gedaan? Ik heb de communie gedaan en het vormsel. Oh ja, heb je het ook voor een PlayStation gedaan? Ik bedoel, voor de Lord and Savior Jesus Christ gedaan. Ja. PlayStation. Een beetje Vlaams praten, allee. Maar over religie gaan praten, laten we dat maar... Laten we dat maar... Dat is geen allee. Ik heb een paarse scope AR, man. Ik heb wel een pistol. Dude, hieronder ligt nog een pistol. Ik heb een groene pistol. Er zitten mensen op noord, hier. Er is iemand bij me. Zitten mensen voor ons. Oh, wow. Van achter, ja. Hij heeft een AR. Een hit op hem, 2 hits. Er zitten dus ook 2 op noord, hè. 3 hits op hem. Hij moet nog 1 of 2 keer kitten worden. Oké, dan gaan we dat nou doen. Hij zit achter die struikers op 330. Hij loopt even flankje bij de truck. Yo, not. Hit. Fuck, ik heb 54 hit. Hij was zijn teammate. Ja, 24. Die gaat hem nou proberen te resten. Die zit hier in het huis, noord. Zei ik niet. Oh, is dat zijn teammate? Oké. Denk het. Oké, Hij gaat er nou heen, als het goed is. Kom aan. Ik heb hem gekillt. Lekker. Hij had nog maar 4 HP. Nee, die guy. Oké. Oh, hij is hier. Hij is gewagen. Ja. Yo, die pistol is zo scheef. Pas op, halfstand. Nog. Hit. Ja, got him. Nice. No. You won it? Problem. Nee, do it.
54 damage per hit doden, dat is wel echt sick. Ah, ze hebben alleen geen pistols bij, hoe kan dat? Oh, man, ja, hier ligt nog een gouden kistje. Ja. Yeah. Look. What did you find? Oh nee, kom op, wat is er met die loot? Hier is een pistol. Dit is niet oké, man. Dit triggert me zo hard dat je zoveel goede items vindt en gewoon niks mee mag nemen. Dat triggert jou, oké? Oh, nog een gouden kistje. Maar stel, we gaan dood. De mensen die ons nu looten krijgen legit 4 witte pistols. dan ben je triggerd, oké? Ik pak even het gouden kistje in het midden van de square. Trouwens, ik merk nu wel dat de revolver meer reliable is dan de pistol. Wel? Ja. Ik heb trouwens even een groene pistol gevonden. En een kistje. Nice. Zit er een kistje? No way. Die suspense trouwens. Wat zit er nou in, Hans? Vertel het me. Hier moet je zeg maar een ad plannen. Als ik dan zeg, no way. En dan een advertentie. Eerlijk gezegd doe ik dat. Elke keer bij dat soort dingen. Klootzak. Nog een rocket. Ja, maar echt, jongen. De loot is zo insane. Het is zo goed. Dude, er zijn nog maar 30, by the way. Maar even, revolver vind ik nu meer reliable dan pistol. Oké, dan moeten we even zorgen dat we allebei een blauwe pistol en een blauwe revolver hebben. Beste plan van aanpak lijkt mij om fights te doen op midrange. En wanneer ze dichtbij komen, sowieso, dan switchen naar pistol. En midrange altijd revolver beginnen. Altijd. Yep. Ja, sowieso. Vooral als je een headshot maakt, is het een one hit, hè? Ja, nee, dat klopt, dat klopt. Maar met ook... Hier is een revolver, als je wil. Nee, ik heb er al één. Een witte dan. Ja, dit is ook een witte. Maar sowieso, als we allebei focussen met een revolver op één guy en we hitten allebei één keer, dan moet hij dood zijn. Ja, als hij geen shield tenzij hij een shield heeft. Ja, want dat doet 53 damage als het geen headshot is. Oh ja, Hansman. Ja. Wat ook een discipline van ons moet zijn in dit potje. Hier. Een paarse sniper. God fucking damn it. Okay, Calling, maar get your bandage. Ja, Oh shit, ze hebben dit veranderd. Oké, zie ik niet pas. Wij moeten echt back-to-back spelen, zodat we altijd hetzelfde zien en altijd hetzelfde kunnen schieten. Dus niet meer... Wacht, maar back-to-back zie je toch juist niet hetzelfde? Nee, maar ik bedoel meer echt op elkaar lopen, zodat we niet meer 20 meter uit elkaar lopen. Ja. Vanaf dit punt, zeg maar. Dit is iets te riskant, ja. Dus als we dat nog gewoon blijven doen, gewoon echt aan elkaars kont blijven hangen, of we honing in de reet hebben. Wat is honing? Dat is niet het spreekwoord. Honing aan de kont. Nee, honing is als ik... Jawel, trouwens wel. Ah, dat is wel, als ik achter jou aan blijf rennen. Jawel, is het wel. Ja, als je honing aan je kont hebt. Hans, imagine. Honing aan mijn sweet ass billen. Nee, trouwens, doe maar niet. Ass is sowieso sweet. My ass is grass. And I'm gonna mow it. Ik vind sommige outfits in deze game echt... ammo. Sommige outfits in deze game zijn echt gewoon pimp. Zeg maar, bijna elke auto in deze game is gewoon pimp. The amount of ammo. Yup. Wij zijn wel set qua loot, hoor. Even gast, ik heb 180 AR ammo, maar geen AR. 50 sniper ammo. Heb ik nog meer. Raketten voor deze. Dit is zo'n pijn. Vooral. Het enige wat ik nu mis zijn blauwe pistols, even eerlijk. Ja, true. Ik heb groen. Oh, we moeten hier weg. Ja, we moeten rennen. Oh shit, dat is dichterbij dan ik dacht. Oké. Right about now. Oh nee, er zijn mensen aan het bouwen. 195. Ja, ik zie vermijden. Fuck. We gaan linksom. Via 150. Kans is groot dat hij een sniper hebben, hè? Ja, daarom gaan we hier via de bomen. Maar hij ziet... Dat is maar één iemand. Ja, nou... Ben je er echt vanuit? Nee, we kunnen zo moeilijk hitten. Dat moeten we ook niet doen in de storm nu. Nee. Hier heeft ook iemand gebouwd. Ja, dat is hij waarschijnlijk geweest. Wat gaat hij doen? Nou, hij klimt echt omhoog. Oh, ik wil dat ding zo graag onder zijn voeten uitschieten. Hij is inmiddels al hier helemaal, zeg maar, aan deze kant. Ja, zullen we hem in de gaten houden? We zijn hier toch safe. Sowieso. Oké, alright, it's safe. Alright. Kan wel. Oh, ik zie hem springen. Hij zit op dat bovenste ding, zeg maar, op die bovenste ramp. Meest linker. Ik hoop niet dat hij mij ziet. Oh, nee, ik zie nog meer mensen. Kijken. 150. Oké. 150, 165. Nu op de weg, zeg maar, achter de bomen. Wel, ja, ze komen... Kut, hij kijkt hier naartoe. Waarom zie ik die niet? Nee, hij zit achter die pine tree, zeg maar. Achter, ja, die kerst... Ja, oh, ik zie hem. Ja, hij heeft een legendary scar. Hij is op ons aan het aimen. Ga. Oh, fuck. Ja, yeah, we gotta go. You gotta move. Pa-pam. We kunnen hem ook dichterbij draw en dan vanaf hier killen. Heb je gehoord wat ik zei? Hij heeft een legendary scar. Ja. Oké. Maar dan ben ik daar sowieso dood als hij ons volgt. Oh, hier links is een flink fort gebouwd. Flink fort hier links. Oh, ja, oké. Okay. Oh, ik word gesniped. Dat is van boven op de berg. Zie me kijken dan. Hij heeft wel weinig vision op ons, dat is een voordeel. Laten we een soort van ruim in de cirkel zitten, maar niet te ruim. Heb je gezien hoeveel mensen er nog zijn? Nog 8. Oh, damn. Oh, we zijn eigenlijk... 6 buiten ons. We zijn daadwerkelijk aan het presteren, Hans. We zijn in de top 10. Eyo, ik vertrouw dat fort op 120 niet echt. Nee, eigenlijk. Ik ook niet. Maar hij is wel onafgemaakt. Of misschien is dat bewust gedaan, zodat hij kan aimen. Oh ja, hij komt. 30. Achter die twee houten muurtjes. Yo, hit.
Oh, ik zie hem. Hij heeft de shield, Ik heb wel 54 van zijn shield afgetikt. Je kunt zijn voet zien. Hi. Van haar. Achter de boom. Ja. Die was mis. Mis. Ik kan niet te lang aimen. Was... Yo, got him! Oh! Geertje Westside! Go! Fuck yourself. Oh, dat is staat nog iemand. Zelfde plek, Ja. Wat, nog iemand? Kom ik met de berg af? Ja, hit. Ja, I know. Zelfde plek. Wacht, is hij dood? Hij was wel dood hoor, ik kan nog geëliminate. Schiet de bal kapot. Hit. 5 damage. Yo, lekker! Lekker! Doet die pistol. Groene pistol is legit, hè? Heb je het gezien? Nog 4. De twee buiten ons, kunnen we een looten? Nee, gaan we niet doen. Wat heb je nodig? Misschien hebben ze een goede pistol. Dude. Boven op de berg zit waarschijnlijk nog een sniper. Nee, dat was hij is sowieso een onder. Er is een airdrop op 195 en op Zuidwest. Oh, hij heeft een legendary pumpkin rocket launcher. Oh my god. Oh, die wilde ik zo graag hebben. Oh, voor de thumbnail en de titel. Boe, je kunt hem er alsnog in zetten. Ja, maar ik heb geen goed plaatje van hem, denk ik. Oh. Je had hem mee, eigenlijk had je hem mee moeten nemen. Ja, oh. Je kunt hem nog halen. Ik heb een medkit voor je. Nee, ik heb het besloten. Ik ga hem in de titel en thumbnail zetten. Oh, dude, dat is zo vet. Dude, ze rennen hier voor ons. Zuid. Oh. Bij de steen. Oh ja, bij die ik rots. Zie ze. Ik zie ze. Te ver weg, dan. Hij komt wel naar ons toe, kind of. Hij zit bij die steen. Maar hij is alleen. Hij is alleen, dude. Ja, maar hij komt hier over het heuveltje heen, als het goed is. Ik zag hem net omhoog rennen, een stukje. Ja, ik zag hem bij de bomen gewoon. Hij zat bij de bomen rond te kijken. Hebben we het over dezelfde? Ja, dat vraag ik me nu dus ook af. Laten we gewoon wachten, oké? Ja. Ik bedoel, we kunnen wel een beetje trickshotten met die magnums. Trickshotten. Ja. Stel je voor, hij is in zijn eentje en er zit een sniper naast ons nou. Of ja, zeg maar, parallel. Hey, stel je voor. Daar ligt een pumpkin rocket launcher legendary. Just saying. Uh-huh. En je mag hem niet meenemen. I'm literally crying right now. Oh, daar ligt een airdrop. Daarom zit hij er. Ja, dat zei ik. Twee zijn er. Twee. Oh, fuck me. Dus die gast heeft echt reet goede loot dadelijk. Wij zijn zo fucked. Wat we dadelijk moeten doen is achter shelter uitkomen. Hij is aan het springen. Hij is aan het springen achter de steen. Achter de rots. Hij zit achter de rots op 165. Hij is aan het beten. Hij heeft ons gezien, denk ik, hè? Nee, mij sowieso niet. Nee, hij weet niet waar we zijn. Maar als hij alleen is, dan is het echt een voordeel voor ons. Probleem is dan alleen... Hij is waar aan het aimen. Ja, maar waar is dan de hele tijd zijn kop. Oh, als ik nou een sniper had. Dude, zoek even... My god. Waar is zijn teammate dan? Of zijn de andere guy? Kan best dat hij hier op de heuvel zit, hè? Hey Hans, zie je mij? Waarom ga je klappen? Wat de hel, man? Sorry. Oh, dat was ook een challenge. Elke keer als je een kill maakt, moet je dansen. Ja, dat zag ik ook, maar toen dacht ik... Nou. Van, ik zie het werken, maar dan moet je met een teammate spelen, 100%. Ja, dat wilde ik net zeggen, ja. Als je in je eentje speelt, hell no, dan no moet way. Je echt, dan moet je echt oms de beurt iemand killen en zeker... Oh, hij rent. Naar rechts. Naar de airdrop, zeg maar. Kunnen we dit moment gebruiken om een stapje dichterbij te doen, want het is echt een open en veld. En dan waarheen? Naar het huis? Ja... Als hij in zijn eentje is, hè? Het zou kunnen dat er... Wacht even de cirkel af. En dan gaan we naar het schuurtje toe, oké? Ja, ik wil weten waar die laatste gast zit. Voor hetzelfde geld zit hij gewoon hier binnen te campen, hè? Wij moeten, zeg maar, richting hem. Right about now. Ja. Oh, dude, op de berg. Zeg maar. Het eentje is op de berg. En daar eindigt de cirkel. Helemaal boven op de berg. Piss off. Not even kidding. We moeten hierheen. En hoe gaan we dat aanpakken? Hier omhoog bouwen. Gewoon hier omhoog bouwen. Staal. Nee, maar we zitten hier veilig, hè? Dadelijk. We hoeven niet op de berg. Sure? Ja, we kunnen een dak bouwen boven ons hoofd. Misschien werkt dat. Oké, stel dat we omhoog moeten. Ja, dan moeten we gewoon bouwen. Ik heb op zich nog genoeg materials daarvoor. Doen we gewoon zo, oké? Ja, nu? Is goed. Maar het zouden twee teammates kunnen zijn, hè? Of twee randoms. Ja. Dus pas op voor die ene dude. Nee, is zo. Ik hou gewoon mijn flank in de gaten. We kunnen ook een paar dummy houses neerzetten. Want als zij hebben gegarandeerd explosives. Ja, maar hou wel metal over voor het laatste conflict, zeg maar. Is die boven ons? Die is op de heuvel. Oh, de korte schieten. Is dat op jou? Nee, op elkaar. Het zijn randoms. Pak hem. We kunnen nu de ramp omhoog maken. Doe het. Fuck, ik kom er niet op. Oh, is dat op ons? Nee. Nee. Oh, dude, deze stairway is ideaal. Ja, is ideaal. Is perfect. Wacht. Fuck. Gebukt rennen. Ja, trouwens, dit is vet obvious, dat geluid. Oké, en nu? Fuck, nee, dit is de verkeerde kant, Oh, hij is hier. Hierboven. Hij valt dood, hij valt dood. Hij valt naar beneden. Oh, ik zit erin. Hij is hier. Got him! Lekker! Lekker! Oh! Geen
geen enkel probleem. Wij zijn de beste. Wij hebben deze challenge in 1 keer gehaald. Oh. Piece of cake. Of taart. Net wat je lekker vindt. Quarktaart, monsieur, maakt niet uit. We did it. Nummer 1. Weet je wat er voor me ligt? Real. Nee. Een gouden pumpkin launcher. Ja. Oh, ja. Launcher. Ja. Een gouden Scar. Daar was hij met mij op mij aan het schieten. Oh, een gouden Scar. En ik heb hem genakt met een groene pistool. Hij flikkerde ook gewoon lekker naar onder. Ik dacht als hij nou gewoon dood valt. We got him, weet je wel. Oh. Trouwens even, je hoort nou het menu muziekje toch? Ik heb die uitstaan, ja. Oh, klinkt best wel satisfying als overwinningsmuziekje. Just saying. Yo, waarom heeft PUBG geen overwinningsmuziekje? Oh, PUBG is ervan. Chicken dinner. Hoe kun je nu? Dit voelt goed, dit voelt goed. Yeah, we did it. Kerel, gewoon gewonnen. Hell yeah. Good challenge. Nou, die challenge zit er wel op. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Deel deze video met je vrienden. Like hem. We gaan gewoon voor de 5000 likes, jongens. Ik weet dat jullie dat kunnen. 50k views. 6k likes. Door Hans. Ja, Hans, bedankt voor meedoen. Zijn kanaal staat in de beschrijving. En we zien jullie dan in de volgende. Alleen als je abonneert, want anders zie je de volgende niet, oké? Dus abonneer ook even. Yeah, ik ben geabonneerd op jou. En ik heb het belletje ook aangezet. Oh ja, en dan klik dan ook op dat belletje. Want anders zie je de volgende echt niet, hoor. Ja, een beetje leuk die video's. Wordt alleen maar eerst, hè. Ja, spitter.